Welkom op weer een nieuwe vlog, video, week, vlog. Ja, zoiets. We hebben zitten denken, omdat we eigenlijk met deze bodem niet zo heel ver kunnen. Hè, vorige week hebben we al gezegd hè, dat we nog een route hadden. En toen zijn we, ja, dan houdt het eigenlijk een beetje op. Hè. Er zijn plekken waar Gea liever niet heen wil en er zijn plekken waar we niet heen kunnen met de boot. He, vanwege stroming en zo en dat soort dingen. Dus toen hebben we gezegd, dat hebben we ons eerder gezegd, misschien moeten we wel wat anders. Misschien moeten we wel een zeilbootje kopen of zo. En nu hebben we zitten denken, wat als we nou gewoon een klein zeilbootje kopen? Dus die dingen zijn hartstikke goedkoop. Ja. He, dus we kunnen al vanaf €1000 of zo. Of soms zijn de booten die moeten dan weg. Weet je? Dus dan kun je ze misschien wel gratis ophalen. Maar dan moet ik wel wat aan doen. Weet je? Dat is wel een hoop knapper dan natuurlijk. Maar dat is niet zo erg, je moet er een paar dingen aan moeten doen. En dan zitten we te denken aan een zeilbootje. Ja, liefst met een beetje ruimte natuurlijk. Maar dan om die er dan bij te nemen. En dan deze boot ergens in een haven te leggen. En dat hoeft niet een vaste haven, hoeft niet altijd op dezelfde plek. Maar dan gewoon ergens neerleggen. En dan dat we dat een beetje zeg maar als thuisbasis zien. En dat we dan een zeilbootje erbij hebben waar we dan alle kanten mee opvliegen. Dus vanaf dat punt met een zeilboot, een keer die kant op, een keer die kant op, een keer die kant op. Dat we dan ja, lekker kunnen varen. En waarom een zeilboot? Ja, eigenlijk meerdere redenen. Ze zijn ook wel redelijk stabiel natuurlijk. Stabieler dan een motorboot. Tenminste dan een kleine motorboot. Maar ook prijstechnisch. Ze zijn veel goedkoper. Die dingen staan zoveel van te koop. Voor echt heel weinig geld. Ja. En als je een motorboot hebt, die zijn gelijk al een stuk duurder. Hè? Ja, je hebt wel goedkope motorboten, maar dat is echt helemaal niks. Drie keer niks. Nee, dan kun je net zo een beetje ijzer kopen met lasten zoveel in je elkaar. Dus ja, en we hebben geen geld voor een wat duurdere boot. Dus, ja, maar hij moet wel zo'n beetje 8, 9 meter zijn. Ja, ja minimaal. Hè, want je kunt heel veel bootjes. Kun je echt voor bijna niks kun je ze ophalen, maar die zijn allemaal zo 7 meter lang of zo. Dat is eigenlijk te klein. We hebben een keer eerder een 7 meter 40 gehad, of was het nou 7 meter 70? Ik weet het eigenlijk niet eens. Voor mij 7 meter 40. 7 meter 40? Dat was een dompkruiser, zo'n stalen zeilboot. Dat is hartstikke mooi voor een weekendje, maar niet om zo een paar weken of misschien wel een paar maanden. Ik weet niet hoe lang we wegblijven. Nee, maar dat is het eigenlijk weer niet. Nee, maar je hebt geen staalhoogte, je krijgt er rugproblemen van. Ja, dus dat is ook weer een ding. Maar goed, we moeten even kijken wat we tegenkomen. En als jullie nou iets leuks tegenkomen en je nou denkt, hey, verrek, dit is misschien wel wat voor MNG, ja, voor weinig. Hè? Niet al te veel geld. Dan laat het even weten onder de video. Want wij zijn ook al een heel tijdje aan het zoeken. We hebben geld er nog niet voor. Maar het kan best zijn dat we straks... als we wat geld opzij kunnen leggen, zeg maar, hè, dat we dan wat op een of andere manier iets kunnen aanschaffen. Ja, want ons budget is niet zo heel groot. Nee. Maar omdat we heel goedkoop leven, kunnen wij natuurlijk elke maand een paar cent opzij leggen. En als we dan van die uitkering, als we daar een paar cent van opzij kunnen leggen, dan kunnen wij over een aantal maanden, kunnen wij denk ik wel een leuk zeilbootje kopen. En dan gewoon elke maand een klein beetje opknappen. Maar dan moet alleen nog even zien dat we een voordelige jachthaven vinden waar we beide boten neer kunnen leggen. En dan is het eigenlijk zo dat deze daar dan liggen. Het mooiste is als deze op een langskant ligt, zoals we nu ook liggen, en dat dan het zeilbootje ernaast mag liggen. He, als bijboot zeg maar, dat ze dat, als we dat goed kunnen. Maar goed, dat moeten we even bekijken. Eerst maar eens even zien dat we een, wat is eigenlijk eerst, hè? Kip of de ei? Ja. De boot of de haven. Ja, het verstandigste is eerst de haven. He, dus we gaan wat varen en dan kijken we gewoon wat we zoal tegenkomen. Dit is ook al een mooie haven trouwens. Dus misschien wordt het dit ook wel, Zwartsluis, dat thuishaven wordt. Misschien, wie weet. Ja, dus we kijken wel eventjes. We kijken gewoon eventjes rond. En dat hoeft ook niet gelijk, maar dat is een beetje het idee wat we welke kant we op willen. He, dat, anders komen er zoveel vraagtekens bij jullie van wat gaan ze nou doen. Ja. Nou, dat dus. Tenminste, zoals het er nou bij staat, hè? Zoals we er nou over denken. Als je ons een beetje kent. Ja, we kunnen ook weer dat we zo weer veranderen natuurlijk. Het is zondag. En ik had gekeken of er nog diesel in de dieseltank zat van de
van de kachel, van de dieselkachel. En er staat niet zoveel meer in, dus ik had even getankt. En toen zag ik dat er op de fiets een ding los zat. Zie je dat? Deze. Moet ik even kijken of ik zo'n klein bootje heb wat daarin past, dat die er dan op kan maken. Nou, ik heb van alles. Nou, vond ik deze. Dat is een, ja, voor mij is dit M5 of zo. Alleen dat is niet een bootje, zie je dat? Die kan ik niet met de sleutel aan draaien. Dus die moet ik met de schroeven draaien. Maar ja, daar kom ik nooit tussen natuurlijk daar. Even kijken wat er nog meer is. En dan heb je gelijk al, ja, gelijk al weer wat dikkere. Wat ik heb. Dit is M6. Die is volgens mij te dik. Maar goed, ik kan in ieder geval. Dan is dit nooit 5, dan is dit denk ik M4 of zo. Ga ik eens even kijken welke past. Nee. Deze past niet. Dit is te groot. En dit is te klein, zie je dat? Dus ik moet iets hebben wat daar tussenin zit. Of tussenin valt. Ik kan natuurlijk ook die kant er even afdraaien. En dan met dat ding naar de winkel gaan morgen. Er zit hier een zwart sluis, namelijk een winkel, een soort doe-het-zelf-zaag. Maar daar kun je ook meerdere dingen komen. Ook wasmachines en zo en dat soort dingen. Dus dan ga ik dan morgen even kijken voor een bootje. We varen. Alleen dit keer niet met de boot. Maar met de pont. Met z'n tweetjes, kijk eens. 3 euro. Alsjeblieft. Super, dankjewel. We gaan namelijk even boodschapjes halen. Bij de Albert Heijn, nee, die heb je in Geenemuiden. Klein stukje fietsen, even met het pontje. En dan zijn we er alweer. We hebben de boodschappen weer binnen. We gaan weer richting het pontje. Even wachten op het pontje. Hij is net naar de overkant gevaren. We hebben toch nog even gevaren vandaag. De steiger was een beetje glad, dus toen heb ik hier even wat schoongeschropt. Want als het regent, zeg maar, dan glij je gewoon weg hier. Alleen, wat ze nou aan het doen zijn, ik weet niet of je het kunt zien zo, daar. Ze komen deze kant op, om de steiger schoon te om de steiger schoon te spuiten, zo moet ik zeggen. Met een hoge drukspuit. Ja, en toen zei ik al, dan kunnen we beter hier even weggaan. Dus we gaan naar de overkant daar. En daar mogen we ook blijven liggen, want we blijven liggen tot het vaarseizoen begint. En als er dan een boot komt, dan moet die hier liggen. Een grote boot komt bedoel ik. Dan moet die hier liggen, dus dan moeten wij weg. Dus we gaan naar de overkant. We gaan verhuizen. Ja. We liggen. Het is wel een beetje een hogere afstap, hè? Ja, en veel te wijd. Ja, maar daar gaan we wat aan doen. Want Gea moet niet zo'n hele grote ruimte ertussen hebben. Dan vindt ze dat eng om af te staan. Dus dan gaan we zo even anders leggen. Maar dit is op zich ook een mooi plekje, toch? Zie je dat?
aan het water. Nou, kun je even een beetje in het gras lopen met blote voet. Lekker. En dan gaan we zo eerst even naar de winkel. Even een bootje ophalen, hè, van M5 voor de fiets. 3 minuutjes fietsen vanaf de haven. Daar. En dan zijn we er al. Alles onder één dak bij Van den Berg. Maar eens kijken, hoge drukspijp, wasmachines. Morgen. Oh, de kopjes ook. Handschoenen. Oh, kijk maar, een bot handschoen. Kleine koelkastjes. Grote koelkastjes, Amerikaanse koelkastjes. Stofzuigers. Grote en kleine stofzuigers. Magnetron of ovens. Wat is dit? Jongen, jongen, kijk maar, een keus. Televisies. Kun je nog koekjes kopen hier? Ja. Oké. Okay. En gereedschap, zie je? Mooi is dat. Blender. Blender, zeg je, ja. En deze zaak zit ook in Geelemuiden, hè? Geelemuiden zit deze zaak op, hè? Ja. Alleen daar is het iets kleiner, geloof ik. Ja. Zijn we ook al eens geweest. Kruiwagen. Ja, dit is gewoon, je zou haast zeggen, een mediamarkt. Een praxis. In één. Wasmiddel, zeg je, ja. Jongen, jongen, jongen. Mooie grote zaak. Ja. Oh, hier heb je de bootjes en moertjes. Hier moet straks zijn. Maar wat ik ook zag, kijk. Er is ook nog een soort welkoop. Praxis welkoop en mediamarkt in één. En dat is een plaats zoals Zwartsluis. Daar zijn de mensen wel blij mee, denk ik. Hè? Dat je van alles kunt krijgen. Nou, wij gaan bootjes zoeken. We hebben even ingekocht. Geïnvesteerd. 16 cent en 12 cent. Dus die gaan we er straks even opzetten. De gasfles van ons is bijna leeg. En ze hebben hier ook van die gasfles. Zie je dat? Dus die ga ik van de week ook nog even omruilen. Ik ga even het bootje erin zetten. Maar die moet me niet het water invallen. Dus ik denk, als die hier valt, valt die op het bankje of in het gras. Dan kan ik hem denk ik wel weer vinden. Daar viel hij al. Ja, dat is hem. Ga ik die even vastzetten, voordat die er ook uit trilt. Zo. Nou, ze zitten allemaal een beetje los, alle spul. Gelijk alles maar even natrekken. Hè? Dan kan ik weer fietsen zonder dat ik bang hoef te zijn dat het spatbordje eraf valt. Zo, ik zal even een stukje vliegen. Ik denk, dan doe ik gelijk even de schoenen en de sokken uit. Lekker in het gras lopen hier. Heerlijk, ben je weer geaard. Take off. Je ziet wel, de jachthaven ligt nog lang niet vol. Er komen iedere keer nog weer bootjes bij die uit de loods worden gehaald, zeg maar, uit de winterstalling. En die dan hier zo op de plek worden gelegd. Maar het gaat niet heel hard. Dus zo af en toe komt er een bootje bij. Ik ben benieuwd. En dan heb je daar ook nog een restaurant. En in dat gebouw daarachter, daar zitten ook de douches en de wc's. Dus maar goed, die hebben wij niet nodig, dus daar hebben we geen sleutel van. Ik weet ook niet, volgens mij moet je daar ook extra voor betalen. En dat ga je natuurlijk niet doen als je zelf een wc bij je hebt. Nou, we aan deze kant liggen, kijk ook mooi zien hoe diep de boot ligt. Als ik dat zo zie, dan de watertanks zijn nou half vol. Hebben we meestal, ja, of leeg of half vol. En op het moment is die, ja, als ik zo kijk, is die een centimeter of 4 hoog gekomen. Hè, het aggregaat staat nou iets verder naar achteren, of naar voren moet ik zeggen, zodat die kist kleiner is. De jerrycans zitten niet meer vol. Kijk, de jerrycans
gewoon in die bak. En nu is de bak bijna leeg. En de lege jerrycans die liggen voor in de rubberboot. Dus ja, het scheelt natuurlijk wel in het gewicht, hè. Het is dinsdagochtend. En dit wil ik even laten zien. Die zijn al een paar keer voorbij gekomen. Ik zag laatst op een film van Ruud Zwageman. Dat is dus ook een schip met een stuurhut aan de voorkant. Dan heb je veel beter zicht natuurlijk, hè, met een vrachtschip. Zie je dat? Alleen die is heel lang. Dat is natuurlijk veel makkelijker om recht te houden dan die van mij. Of die van ons. Maar als je dit zo ziet. Bob staat ervoor op. Uniek schip. Misschien is dat hetzelfde schip wel die Ruud heeft gefilmd. Moet ik zo die video even weer kijken. Maar je hebt wel een beter uitzicht zo, hè? Nee, dit is toch een ander schip. Hey, in de video van Ruud. Zie je dat? Het was hem niet. Ja, het is een prachtige dag. Moet je eens kijken. Het zonnetje komt naar binnen. Het schijnt hier op het plafond. En we zijn nou, we gaan toch niet varen. Maar we gaan wel eventjes weg. We pakken de trein, of nee, bus en de trein naar Deventer. Ja, daar zijn we nu. Bussing, echte Deventerkoek. Hallo, 1593 staat erop. Dit is een mooi hoekje. Vooral daar zo, dat smalle stukje zo. Prachtig. Ja, allemaal verschillende kleurtjes. Ja. En wat doen we hier in Deventer? Ja, ook even de stad bekijken natuurlijk, hè? Ja. Maar, kijk eens. We zijn de spulletjes aan het halen. Het is een beetje raas. Een beetje roze, hè? Dus je ziet dat de kleur wil, wel kleinkind bekrijgen. Ja, moet even shoppen natuurlijk, hè. We gaan zondag naar hun heen. Maar dan komt een keer uit Limburg ook. Maar dan zijn we dan moeten eventjes een tas vol met allerlei roze spulletjes halen. Ja. En de pakketjes, of de cadeautjes moet ik zeggen, hè, moet natuurlijk ook wel eventjes ingepakt worden. Dus dat is ook nog even een klusje, hè? Al die dingetjes die we gekocht hebben. Oh mensen, wat is het lekker. Dit is voor het eerst dat ik mijn smoothie buiten op drink. Kijk nou eens, die lucht. We krijgen die lucht, dus daarachter is het ook nog een beetje lichter. Maar het zal wel een beetje regen krijgen vandaag. Maar ook wel wat zon. Dus wordt waarschijnlijk toch nog een redelijke dag. Ja, dan hoor ik jullie denken, is dat niet saai? Gewoon 2 weken lang op dezelfde plek liggen. Nee hoor. Maar we gaan regelmatig zo eventjes weg. Zoals nou, pakken we zo de bus en dan gaan we naar Zwolle. Daar ken je de pepermolen achter mij. Die toren. Mooi, hè? Eerlijk gezegd vind ik dit een mooiere stad dan Deventer. Ja, veel meer oude gebouwen. Maar dit hebben we al eens een keer gefilmd, dit. Toen we hier in de buurt waren met... waar waren we toen? Met de camper waren we toen... volgens mij in Genemuin. Ja, Genemuin. We hebben dit ook een keer helemaal gefilmd. Het was mooier weer volgens mij. Hier zie je allemaal nog stukken van de stadsmuur. Kijk daar ook nog. Een mooie stad. We zijn weer bij het station. We gaan maar terug naar Zwartsluis, want het regent hier al een heel tijdje. Ja, het regent niet hard. Het sput het wat. Maar het is te hard om hier te blijven. En we hebben de boodschapjes binnen, dus... ons doel is behaald, hè, wat we wouden doen vandaag. Wat mij opviel, dit zijn allemaal Chinese bussen, zie je dat? B, Griekse ID, Build Your Dreams is dat. Oh, bussen uit China, elektrische bussen. Ze zijn best wel comfortabel. Dat is me nog niet eerder opgevallen. We zijn net op tijd thuis. Moet eens kijken, het regent nou wat harder. Nou ja,
toch wel een mooie dag gehad. Jij bang? Ja. Ja. Ze zijn toch wel even lekker weg geweest. Ik heb trouwens de mond te snel opengetrokken over die Build Your Dreams bussen. De Chinese bussen. En we zeiden al, nou, eigenlijk wel een comfortabele bus, niks mis mee. Maar toen kwam die bus aanrijden en toen wisselde ze van chauffeur. Toen zei die chauffeur die eruit kwam, die zei tegen die chauffeur die er weer inging. Ik heb iedere keer storing met het ding. Hè? Iedere keer storing, zei hij. Ja. Nou ja. Dus wij stapten in en hij reed weg. En dat was maar een klein stukje. Toen zette hij bij de kant. Hij zegt, hij wil niet meer. Dus volgens mij is dat dan, ja, als je zeg maar gewoon die oude bussen hebt, zeg maar, dat kapot is kapot. Hè? Maar dit zijn elektrische bussen. Dus een en al elektronica natuurlijk. En volgens mij moest hij dat ding dan weer opnieuw opstarten, hè, de computer. En die zo'n scherpje, dan zat hij daar wat mee te klooien. En dan deed hij het weer. Ja, en dan een tijdje later, dan deed hij het weer niet. Ging de deur niet dicht, hè. Nee. Met een beetje koud in de bus. Maar dan gaat de kachel, die gaat volop bulderen weer. En ja, dat trekt natuurlijk ook nogal wat stroom. En op een gegeven moment, dan gaat de deur weer dicht. Maar dan blijft die kachel nog even doorgaan. En dan wordt me toch warm in die bus. Maar goed, we zijn thuis gekomen, hè. Ja, hij heeft ons thuis gebracht, wel iets later, maar goed. Hij reed ook de bushalte voorbij, we hadden een knopje gedrukt. Druk je een knopje op, op een of andere manier ziet hij dat ook niet. Dat is ook niet zo heel duidelijk. Daar hebben we hier vaker mee gemaakt trouwens. He, dat ze de bushalte voorbij rijden. En Geer kwam nog in bij je winkel, moet je eens kijken. Heeft ze t-shirts gekocht. Hoe heet die winkel ook alweer? Primark. Nog nooit eerder van gehoord. Nee, heel grote winkel, echt heel groot. En als je die uitstraling ziet, dan ligt een hele dure winkel. Maar Geer heeft 5 t-shirts en een vest, hè? Ja, voor 25 euro, alles met elkaar. Moet je nagaan, 25 euro betaal je normaal alleen voor een vest. Hè? Ja. En zonder korting dan, hè? En dan ook 5 t-shirts en een vest. Dus dat knopen we even in ons hoofd, in onze oren, hoe zeg je dat? Dan gaan we daar zeg maar, nou ja, Zwolle, hè, dan weten we dat. Primark is Zwolle. Dus als je een keer goedkoop kleren wil kopen, als je binnenkomt zie je gelijk al wat dingen van die hempjes weer. Moloze hempjes voor €2,50 of zo. Dus zag ik gelijk al, ik denk, nou, dat is niet duur. T-shirts, €3,50. €3,50 voor een t-shirt. Nou, en Geer zag broeken voor €17. Koop je toch? Dus dat komt denk ik wel eens vaker. Dat denk ik wel, ja. Ja. Het regent alweer in Zwolle. Ja, goed gezien, we zijn weer in Zwolle. Geer zei vanmorgen, of was het gistermiddag, dat kan ook nog, hè? Ja. Toen zei ze, eigenlijk had ik er nog wel een vest bij willen hebben. Ik zei, nou, dan gaan we dat nog een keer naar Zwolle. En misschien hebben ze voor mij nog wel een mooie broek, voor weinig. Oh, kijk eens. Prinsessenjurkjes. Ik ben weer naar buiten gegaan. We hebben spulletjes uitgezocht voor de kleine. En voor Gea nog wat dingetjes. Ik heb nog een paar broeken gezien, maar er zitten alleen maar knopen in. En knopen, dat vind ik helemaal niks. Ik heb liever een rits. Dus die hebben we teruggelegd. En dan staat Gea in de rij voor de kassa. Hele lange rij. Ik zeg, dan ga ik vast naar de fiets. Want dan sta je daar maar wat. En ook vreemd, boven. Hey, dat hoor ik nou toch. Die man die daar loopt, die maakt een raar geluid. Helemaal aan het eind heb je de herenafdeling boven. En helemaal aan het eind beneden heb je de paskamers. Dat is ook een beetje vreemd, maar goed. Vandaar dus, niet mijn winkel. Dit soort dingen. Ik heb liever de paskamer een beetje in de buurt, ja toch? Maar wel lekker goedkoop. We zijn weer thuis. En Gea zag ook nog eventjes wat voor de kleinste jongen. Moet eens kijken. Voor onze kleinzoon Mason. Ik wou haar zeggen, Maurice, je komt altijd in de war. Ja, haar moeder trouwens ook hoor, komt ook vaak in de war. We krijgen, hè, als je twee zoontjes hebt die met de M beginnen. En dat ligt dat bovenop de roze kleurtjes, zeg maar. Maar die laten we nog niet zien. Maar je hebt kans op dat de kinderen uit Leeuwarden, dat die de video eerder zien dan wat wij hun de cadeautjes geven. Daar gaat ons aggregaat. Hij is verkocht. We hebben een andere gekocht. Van Sheila Love, een van onze kijkers. Alleen die hebben we nou nog niet. Maar dat is de bord weer een stukje lichter. En we hebben wat meer ruimte nou. Zo, hè?
Ach, we hadden dat ding nooit aan. Van de winter hebben we een aantal keren aangehad. Was dus nou met dit weer ook. Vandaag, we hadden vandaag visite van de kinderen. En onze kleinzoon Mason was erbij. Nou, we moesten natuurlijk even met een bootje weg. Had ik de elektromotor achter gedaan. En na de tijd de accu even weer opgeladen via zonne-energie. En nu zitten de accu's weer gewoon helemaal nokkie vol. Dus toen zijn we al ook nog dat zware aangegaan. Dat is dan eigenlijk niks. Hè? Soms koop je wel eens iets. Dan denk je, het moet niet te licht. Maar als je een lichte aggregaat hebt, volgens mij kunnen wij gewoon in huis kunnen wij de amperes kunnen we afstellen. Hè? Dat die dus minder ampère trekt uit het aggregaat. Dus dan kan het ook wel met een kleinere. Het is zaterdagochtend. En we gaan varen. We zouden eigenlijk maandag pas weg. Maar het is nu gewoon windstil. Dus we hebben gezegd, we gaan nu. Het is zaterdag voor Pasen. Er is waarschijnlijk ook geen vrachtverkeer. En dan kunnen we lekker varen nou. En waar we heen gaan, dat zie je in de volgende video. Bedankt voor het kijken allemaal. En tot volgende week zondag.